De centrale markt die is voorlopig weer open. Dan wel de ringweg van de centrale markt. Dat is besloten door de outbreak management team samen met de leiding van de markt. Er zijn er wederom wat voorzorgsmaatregelen getroffen tegen COVID-19. En als het allemaal werkt, zal er meer gestalte worden gegeven aan het model dat nu wordt gehanteerd. We spraken met marktmeester Gautam Dhanai over de openstelling van de ringweg en met enkele standhouders. Ja, met heel veel gesprekken met de regering, met de minister van ROS, met de DC, hebben we toch besloten om toch de mensen van de straat weg te halen en toch een ruimte te geven in de markt. We hebben gekozen de openluchtmarkt, dat is de ringweg, zogenaamde ringweg. Het is open. En we hebben besloten ook de mensen daar te plaatsen, in de markt, een beetje veilig. Dat de mensen van de straat weg moeten. Het probleem was eigenlijk dat de mensen van de straat weg moesten. En dat besluit was genomen door de regering. En we zochten naar plaatsen om die mensen te zetten, maar helaas, we hebben nog geen plaatsen gekregen van de overheid. Dus hebben we de mensen geplaatst in de ringweg, zogenaamde ringweg in de markt. Met strengere protocollen nu. Je ziet duidelijke ingangen, uitgang, bestuurambtenaren bij de poorten, verplicht handen wassen, mondkap dragen en wordt ook gescand bij de poorten. Dus de markt is wel opengesteld in deze situatie, in zo'n moeilijke situatie waar de COVID niet elke dag stijgt. We moeten ook voorzichtig zijn met alle situaties. We moeten ook voorzichtig zijn met de situatie die nu heerst in de samenleving. Niet alleen hier, ook in geheel Suriname. Hebben we toch geprobeerd om de mensen veilig te laten verkopen. Ook veilig dat de mensen binnen kunnen komen. En ook voor de klanten, de veiligheid voor de klanten gegarandeerd. Daarom ziet u dat we bijna alle maatregelen hebben getroffen. Dat we ook een plastic mantel hebben gezet. Zodat die mensen ook niet in contact komen met de verkopers. En dat de mensen veilig kunnen kopen. We zijn nog niet helemaal klaar. We zijn bezig met de OMT en de DC en de minister om ons best te doen om de markt veilig open te stellen. Ja. Maar betekent dit ook dat de mensen daar nu niet meer langs de straten mogen verkopen? Meneer Ganesh, dat is de bedoeling. Wij proberen de mensen van de straat weg te halen. U weet dat de situatie voorheen heel chaotisch was. Meer besmettingen. Er waren ook besmettingen voor de markt geweest. Marktventers zijn ook besmet geraakt voor de markt. Dus omdat ze op elkaar gingen verkopen. Er waren geen controle voor de markt. Geen enkele protocollen werden gehouden voor de markt. En daarom hebben we de mensen toch beter laten verkopen in de markt, in de ringweg. Het is open markt, het is geen ventilatie, het is beter om te verkopen. En daarom hebben we die mensen hier binnen gebracht. En er zijn nog mensen op straat die verkopen. We zijn bezig met de DC, want gisteren nog zijn de mensen nog gaan verkopen bij UDB-straat. Want een deel van binnen, die binnen de markt is gesloten. Dus de mensen die op de ringweg verkopen, die gaan verkopen. Die mensen die binnen gingen verkopen, hebben we verzocht om een plaats te zoeken in de ringweg. Er zijn zoveel tafels vrij, ze kunnen gebruik maken van de tafels in de ringweg. Of mogen ze gaan verkopen op de parkeerplaats. Daar parkeren geen auto's meer, die mensen moeten daar gaan nu verkopen. Maar gisteren was er weer dat die mensen weer de UDB-straat hebben gezocht. We zijn bezig met de DC, want ik had ook de politie gebeld en gevraagd ondersteuning om die mensen daar ook weg te halen en bij de parkeerplaats te zetten. De politie heeft mij ook gezegd, ze wachten op de antwoord van de districtcommissaris. Als zij het groen licht krijgen van de districtcommissaris, gaan ze die mensen ook weghalen. Alle straat illegale venters gaan ze weghalen, want die moeten binnen de markt komen verkopen of bij de parkeerplaats. En zijn alleen maar vergunninghouders die bij de parkeerplaats gaan verkopen. Geen illegale venters. De illegale venters gaan we kijken hoe we die gedeelte gaan aanpakken. En krijgt u dan ondersteuning vanuit de bestuursambtenaren? Meneer Ganesh, we hebben wel een probleem met de bestuursambtenaren. We hebben wel bestuursambtenaren hier op de markt die mij helpen, maar niet genoeg.
Ik had gevraagd met de DC voor ondersteuning van de resorten, maar bleek ook dat de bestuurambtenaren van de resorten weigeren op in de markt te komen werken, omdat ze niet willen bij de poorten staan. Ik ben ook bezig met de minister, ook met de DC, met de minister, om te kijken hoe we de mensen toch overkomen om toch op de markt te komen werken. Want zonder de bestuurambtenaren kan ik de markt ook niet zo openstellen. De bestuurambtenaren die moeten zichtbaar zijn in de markt. Zij moeten de controle doen bij de poorten, in de markt ook. En met de politie, met de BBS'ers. Dus ik ben bezig met de minister om toch de bestuurambtenaren van de resorten hier op de markt te krijgen. Zodat ik meer controle heb en dat men niet meer overgaat tot oversluiten van de markt. Dus ik ben bezig met de minister vooral. Zij moet me helpen om zoveel mogelijk bestuurambtenaren in de markt te sturen en het werk te doen. Want die zijn eigenlijk de controleapparaat van de DC, van de minister, mee te helpen hier op de markt. En het ligt in de bedoeling dat de consumenten, ja, het ligt in de bedoeling dat de consumenten dus gewoon hun inkopen doen en gelijk weg gaan, niet rondhangen op de markt. Maar Ganesh, als je ziet nu het verschil van hoe het was daar buiten de markt en nu, dan zie je een groot verschil. S'morgen zie je geen enkel groothandelaar binnen. Alle groothandelaren zijn nu binnen de markt met alle protocollen. Ze komen leveren en je ziet dat 7 uur dat er geen enkel groothandelaar, tot half acht, geen enkel groothandelaar in de markt zijn. Ze komen leveren voor de mensen die verkopen, de standhouder, en dan gaan ze direct weg. Daarna gebeurt de kleinhandel en die mensen verkopen tot 3 uur in de markt. Er zijn strenge protocollen, je ziet ook bij voor de markt dat er geen mensen meer zo druk is voor de markt. Iedereen is nu binnen en die mensen kunnen gewoon hun inkopen doen in de markt. Met alle protocollen in acht nemen. En dit zal zo doorgaan, zolang het werkt dus? Meneer Ganesh, we gaan... Dit is een concept, hè? Dit moet gaan werken. En als het goed werkt, zonder besmettingen, dan zal het voorlopig zo doordraaien. Klopt, meneer Ganesh. Dit is een voorstel dat we hebben gebracht bij de OMT, mensen van Outbreak Management Team. En ze hebben mij geholpen. Maar binnen is nog gesloten, ze hebben mij gezegd, maar meester, binnen gaat nog gesloten zijn. Alleen de ringweg gaat open zijn en de parkeerplaats. We gaan nog zo bezig zijn totdat ik niet iets anders krijg van de OMT. Dus de markt gaat precies zo voorlopig opengesteld worden. Zodat ik de mensen toch kan accommoderen. De mensen die thuis zitten, die wel hun groenten kunnen verkopen. Want ze waren al 5 weken thuis zonder inkomen. We hebben toch geprobeerd om die mensen weer in de markt te brengen. En ik hoop dat we samen met de minister, met de OMT, met de regering toch iets moois kunnen maken in de markt. Dat we toch de mensen kunnen helpen om toch hun goederen te verkopen. Zodat ze toch een inkomen hebben, dat ze toch wat kunnen verdienen op de markt. Maar ligt het ook in de bedoeling, heer Danai, dat deze plastic mantels, deze plastic gordijnen ook binnen de markt geplaatst zullen worden? Klopt, meneer Ganesh. We hebben alle marktventers van binnen ook geadviseerd. Dat ze ook een plastic mantel daar binnen moeten plaatsen, zodat wanneer de COVID daalt en wanneer ik de markt binnen kan openstellen, dat ze al ready zijn om zo de markt open te stellen. We gaan een beetje anders de markt openstellen. Ze moeten nu gewend zijn om anders te verkopen. Het is niet dat ze dat ze gesloten zijn, maar dat ze ook zichzelf beschermen. Ze beschermen de bezoekers dus, en zichzelf ook. Wanneer er plastic mantel voorin is, dat we zeggen in contact komen met de mensen, dat het een beetje afstand is. En daarom de plastic mantel. Dus we gaan die mensen ook binnen adviseren om ook een plastic mantel te zetten, zodat wanneer we de markt binnen ook openstellen, dat ook beschermd zijn. We gaan de mensen beschermen, plus de bezoekers ook. Wat geldt er nu dan voor de vreedzaam markt? We zijn ook daar bezig plastic mantel te zetten, te plassen. Deze week zijn we al klaar ook om daar ook iedereen een plastic mantel daar voor de stand te zetten, zodat mensen ook daar beschermd zijn en de bezoeker ook. De Friese markt is ook een openlucht markt. Je hebt daar 10 poorten totaal langs de rivier. Er waait te veel wind daar. Dus het is een open markt, maar toch gaan we die mensen adviseren om toch een plastic mantel. We zijn al bezig. De DC heeft materiaal al gegeven, plastic al en hout ook al. Dus we zijn bezig ook daar een plastic mantel te plaatsen, zodat die mensen ook een beetje beschermd zijn van de bezoeker en zichzelf ook kan beschermen. We staan er met een standhouder hier en deze meneer vragen wij dan wat hij ervan vindt dat nu ook kan zeer bakken in Awoyo. Nanga wantu maatregelen, lik ding, plastic gordijn. Dus, ja, ik zou je vinden van staan dat u mag zeer bakken in Awoyo. Ja toch, u mag zeer in Awoyo, ja. Ik zou graag maar het meeste dat er een weg op. Dat ook aan mijn power ook toe, dat ook af en aan die brede. Om eens maar toe werken close.
Dan maak ik een besluit voor op een jagono, dat ik café noem aan de ibrede. En een beskerm jasof. Dus maak ik een baie fysiek. Je maak de bakken als kerm. Fes als kerm. Dat ik noem de bakken zie. Dat we takken aan de smaak voor een corona. Nog kan kiezen noem aan. Een is die corona. Maar we hebben een corona. Ja, dat is een beskerm. Moet er even. Ik heb een tangan om aan smaak nog kiezen corona jasof. En we beskerm moet er even op onsmetting. Dit is maar komen ons met den toe direct, prap, sabita. Ja, dat is. Maar, sa, aseri ego ja, of toe bij de tapastrati? Luko, aseri bego na strati, maar ja ego ook toe. Want dat is maar, wan nyang, dat moet ook bij afisi fu nyang. Je begrijp? Dus we hebben tak strati boom, dat is in no boom. Ka gezondheid ook toe. Ka gezondheid in luko toe. Dat belangrijk. Dat belangrijk, a gezondheid fi. En mi want tak wansan ook toe ere. Lipfu jaso. Na lekfa motake ifa ya na mi meinem. Alama abwa meinem taki. Luko ja mi efer de 200 kolo wande. Amoni no abwar de moro. Iba kreip ta? Ente ego ina winkri. Go ba wan batra oli. Na beina 55 kolo. De na fas ma ko ba wan ipi fisi ja. Fu 50 kolo. Da ikon 105 SRD. Da suma beina teaching. Fas man het ook komen uit, want des mij tegen dat ik afvisit dieren en aan olie dieren. Nog een controlebasis naar de. Dus de prijs is dan stegen om mensen niet zijn naar kondre. Controle naar de. Hij toch, maar we zijn aan het takje toe. Dus lantie moest lukas aan dat chinso, ja volk. Lantie moest doen voor, want lukom mensen maar ook zo is zo onder water. Misschien naar TV. Toe baby in een baby bed, en we hebben mij horen. Nou, we zijn er hier atibe krifatori dat watra spa in desma oso de mane krin de kanal na nga de pomp do ngam du wan sandra pere isabi to mi tagga folok to wan mi seref abwa atimi apfiri to mi abiyeye isabi to lantim du wan sana nga de presa in de winkri to barada mi no kori wat me fire to 200 kolu sa me for dina next ino do sai fen fa okasi dat ukis baka fuser inawoyo ne fene bul ne ya. En Aseria Golf? Nou, wat was mijn kaart in zee? Ja. Maar het belangrijk nu dat we Serja in plaats van door zee, want door zee een gevaar bij Biggie dat we kan besmet. Ja, jammer beter. Jammer beter, want we zijn niet genoeg. En zijn genoeg open plekken. Dat is niet van de straat. Ik ben wat verhaal van Alekon. Ja, dat alleen ook te moeilijk te voelen alleen. Ja. Dat kan komen, dat is niet gestemd dan. En dat is erg op te zomeren beter. Want het is maar dat straat die overal zijn er mensen. Nou, het is allemaal een kans dat is niet gestemd, dat is ook een beter. Maar dat van je serie, je hebt naar baka stand fee, dat is de zomer kom, dat voel je. Ja, dat is beter. Ja.